Een verslag van de Rome-reis. Ronde 3 van de grote Berlees Pelshow. Hoe wordt het Berlees Journaal gemaakt? Dat en meer in deze aflevering van het Berlees Journaal. Leuk dat je weer kijkt. Dit is alweer aflevering 3 van seizoen 5 van het Berlees Journaal. Nu eerst. Wat vinden leerlingen dat beter kan aan de school? Wat zouden ze willen veranderen? Je ziet hun antwoorden in deze vraagronde. Wat zou je willen veranderen aan het Berlees? Ik zou willen dat de achterdeur weer open was tot na het 8e. We willen niet meer dat die telefoons voor een dag worden afgenomen. Dat je als je 10 minuten te laat bent, of meer dan 10 minuten, dat je dan niet meteen absent wordt gemeld. Ja, de absentieregeling. Alsjeblieft, stuur me niet meer naar leerplicht. Leerlingen niet in de gangen moeten lopen in de pauze. Nou, het is altijd wel heel erg druk in de gangen als je naar een andere les toe moet gaan. Misschien zou de kantine wat groter kunnen zijn, want nu zit iedereen gewoon op de gangen en dan moet je zo over mensen heen lopen, weet je wel. En ik denk dat we een schoolplein moeten annexeren. Een basketbalveld op het schoolplein. Ja, in de kantine lijkt me wel leuk om gewoon een dag een frituurdag te hebben of zoiets. Nou, de zitplaatsen in de kantine die zijn inderdaad wel best wel vaak vol. Dus als er gewoon iets meer zitplaatsen zouden zijn, zou dat wel handig zijn. Ik vind dat er weinig ruimte is om ervan te eten of iets. We zitten met één probleem en dat is de kantine schoonhouden. Bami terug van Sammy. Broodje gesmolten kaas terug van Sammy voor een ekker, sowieso. Bami. Roltrappen, meer liften, glijbanen. Ik vind dat de kantine iets goedkoper moet worden. Het is te duur. Als je in de kantine iets wil kopen, is het eigenlijk wel een beetje te duur. Ik vind dat het eten te duur is in de kantine en we hebben minder huiswerk nodig. Leraren mogen geen dubbeltende SO's opgeven als ze het proefwerk niet halen. Ik bedoel, het is nog steeds gewoon een proefwerkstof. Ik vind dat we te veel huiswerk hebben en veel te veel SO's en proefwerken. Ik vind dat als je 18 bent op schoolreisjes mogen drinken. Ik wil dat Marco en Willem weer meegaan naar Rome. Ik denk dat de samenwerking van de leraren in verschillende secties dat allemaal beter kan. Vandalisme echt uit bannen. Wat is de leuke schoolreis? Eerste klasserskamp? Survival? Voor veel leerlingen is de Rome-reis in de 5e klas het hoogtepunt van alle reizen en excursies. Het Berlees Journaal heeft dit jaar gefilmd in de eeuwige stad. Geniet van deze impressie. Tonight. Have myself a real good time. I feel alive.
Wat komt er allemaal kijken bij de productie van een aflevering? Wie doet wat? We laten het je zien in deze Making Of. Bij het maken van een Berlijnse journaal komt veel kijken. Eerst moet er vergaderd worden. Met de redacteuren en met de hele crew. Op die vergaderingen bespreken we wat we willen gaan doen voor het volgende journaal. Daarna is het de tijd om vragen te schrijven voor interviews, plaatsen te reserveren bij evenementen en leraren te strikken voor de spelshow. Dan komt het echte camerawerk. Zo filmen we bijvoorbeeld de MTP en het klassentoernooi en interviewen we leerlingen en leraren over allerlei onderwerpen. Als het filmen van de items klaar is, zijn we er echter nog lang niet. Hij moet ook nog gepresenteerd worden. Chop chop in de bendo. Roep PP is geen cancel. Zo. Zal ik rappen voor je? Vind je dat vet als ik voor je ga rappen? Of niet? Ik kan niet rappen. We schrijven teksten voor de autocue die een van onze crewleden vervolgens inspreekt. Als dit allemaal is gebeurd, moet er nog heel veel gemonteerd worden. Pas dan is het journaal helemaal klaar om gepubliceerd te worden. Het produceren van het Berlijnse journaal is dus niet eenvoudig. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen om nog betere journaals te maken. Meld je aan via onze Facebookpagina of stuur een mailtje naar berlijnsjournaal@gmail.com. Het is weer tijd voor de grote Berlijnse spelshow. Met 1 overwinning voor Potholes en 1 voor McGuffin kan er nog van alles gebeuren. Het onderdeel van vandaag, Mario Kart. Wie zal deze titel pakken? Nieuwe aflevering van de Grote Berlijnse Spelshow. Vandaag spelen we Mario Kart. De regels zijn heel simpel. Race. Degene die het hoogste eindigt, heeft ook de meeste punten behaald. Dus 4 punten voor de eerste plek, 3 punten voor de tweede plek, enzovoort. We hebben Paul voor team 1. Margriet en Wolter voor Robama, Reinier voor Potholes en Sander voor McGuffin. Ja, start het spel. Eerst doen we bij de Shell Cup Josie Vals. Josie Vals, daar. Ja, we beginnen. Let's go. Ja. Yeah. Oh ja, oh, je kan er waardevol in rijden. Oké. Ja, dames en heren, de race is begonnen. We hebben Obama in de linkerbovenhoek, Potholes in de rechterbovenhoek, McGuffin rechtsonder en team 1 linksonder. Voorlopig staat Obama vooraan, maar alles kon nog veranderen. Obama is in het water gevallen. Potholes ligt aan kop. Maar McGuffin lijkt het niet zo goed te doen. Ze staan al nog steeds op 12 in de tweede ronde. Obama daarentegen staat voorop. Maar, oh nee, Potholes heeft ze ingehaald. Hoe gaat dit verder? Ja. Oh, team 1 komt eraan. En Potholes wint de eerste ronde van de race. Ik dacht dat ik de eerste was.
Oké, door de snowboard cross, jongens. Oh nee, Pottels kan niet starten. Obama staat weer aan kop op de vierde plek. Net als de vorige keer in het begin. Met McGuffey gaat het nog steeds niet heel goed. Ze zijn 12e. Oh jee. Ik zie het, ik begin een patroon te herkennen. Obama gaat wel heel erg goed. Ze staan inmiddels 2e. Maar ze komen in het diepe sneeuw, dus nu 4e. Zet af, zo Pottels ze inhalen. Oh nee, Pottels is gevallen. Oh nee, Pottels valt weer. Oh nee, team 1 valt ook. Oh, en McGuffin blijft op de helling. Jongens, het is een wonder. En ze rijden weer in de sneeuw. Het valt me wel op dat Obama nu wel weer eerste is. Oh, maar Pottels en team 1 zitten vlak achter elkaar. Oh nee, McGuffin haalt ze in en Obama staat alsnog vooraan. Obama is... Oh, Obama gaat over de finish en wint deze race. Ja? Zit Obama er in? Dus ik heb alles verkeerd, maar kom er daar niet in. Oké, de derde race. Maple Three Way. Obama maakte weer. Oh nee. Ja, Obama maakte de beste start, maar staat nu weer achter. McGuffin staat voorste op de 6e plek. Op de nee, niet op de voet gevolgd. Ze hebben een ruime voorsprong. Hoe gaat het de rest lukken? Hoe gaat het de rest lukken überhaupt om ze nog in te halen deze race? Team 1 staat 12e. Oh nee, ze klimmen naar de 10e plek. Ja. Ondertussen volgt team 1. Team 1. Oh nee, team 1 is in de afgrond gevallen. Oh jee. Dames en heren, dit is een spannende race. Of toch niet? Nee. Pottels staat 6e. Voor met 4 plekken voor de eerstvolgende. En dat is namelijk Obama. Gaat het Obama lukken om ze in te halen? Oh nee, nog maar 3 plekken voor. En Obama valt in de afgrond. Jammer. Oh nee, Pottels ook. Oh jee, dit is een spannende race, dames en heren. Pottels staat nog steeds eerste, maar ze worden op de voet gevolgd door Obama op de 10e plek. Met oh nee, Pottels is weer in de afgrond gevallen. McGuffin is de enige nog op de weg. Gaat het ze ervoor lukken om deze voorstand? Nee, het lukt ze niet deze voorstand te behouden. Ze zijn reeds ingehaald door Pottels. Wat jammer. Team 1 staat nog steeds 12e en is weer in het afgrond gevallen. Weer van de track afgevallen. Dit is gewoon niet normaal meer, mensen. Het distalent van deze leraar. Ja, Pottels is gefinished en heeft deze race gewonnen. Hij heeft een boost. Gaat het hun lukken om nog de rest in te halen? Dwars door de rups heen. Oké, okay, McGuffin is ook gefinished. McGuffin gefinished, ja. En team 1 die valt. Team 1 en Obama vielen beide in de afgrond en zijn allebei nog niet klaar met deze race.
Ik hoop voor onze leraren dat het schaamrood hun op de kaken staat, zoals Walter dat zou zeggen. Oh, nee. Gaat voor Obama. Nou, het duurt nog wel even voor deze twee gaan finishen, volgens mij. Ik hoop het niet, maar ik vrees het wel. Ja, daar is de finish. Ja hoor. Eén en Obama zijn inmiddels eindelijk ook gefinished. En de race eindigt als het volgt. Potholes als eerste. McGuffin als tweede, team 1 als derde en Obama als vierde. Ja. Ja. Oké, okay. De laatste race. Hij staat bekend omdat je zo vaak kan vallen. Maar hij heeft wel een leuk kleurtje. Oeh, hij is vast heel speciaal. Dus, dan gaan we naar de Special Cup. En dan gaan we natuurlijk naar Rainbow Road. Dames en heren, wij begeven ons nu op zeer glad ijs, want deze Rainbow Road bestaat bekend als een van de trickieste en gevaarlijkste en moeilijkste tracks van het hele spel. In de vorige race zal vielen, lijkt me dit een erg leuke race. Misschien moeten we bijhouden hoe vaak elk team valt en dat dan straks aftrekken van de punten. Het zou wel grappig zijn. Oh jee, en Obama! Potholes valt als allereerste, dames en heren. De eerste val is gemaakt. En daar gaat team 1. Obama en McGuffin zijn allebei nog op de weg. Maar voor... Oh nee, daar gaat Obama. Obama is ook gevallen. Dames en heren, dit wordt een bloedige race. Aan zesde. En ze vallen er weer af. Potholes en ze vallen er allemaal weer af. Een aantal vreselijk miserabele vallen. Oh... Oh, daar ging Obama weer bijna. Het zit... Oh jee. Daar gaat Potholes. Op een wel erg glinsterende weg. Oh jee. Daar gaat McGuffin. En Potholes valt weer. Oh nee. Team 1 valt weer. Het is wel echt een erg spannende race. Het is geen spannende race. Ze vallen er allemaal steeds af. Ja, maar... Onderaan bungelen. Oh nee. Obama weer gevallen. Obama is inmiddels 5 keer gevallen en ze houden dit record stevig vast. Maar team 1 zit op de laatste plek en is 4 keer gevallen. En daar gaat team 1. Inmiddels ook 5 keer gevallen, dames en heren. En Obama die heeft een raket, maar dat zien ze niet. Ik zou hem activeren, jongens. Oké, team 1 is weer gevallen. Team 1 leidt in de vallen met 6. Oh nee, McGuffin. En McGuffin. En McGuffin met 4. Oh nee, Potholes ook. Potholes, inmiddels ook. En team 1 weer. En team 1. Oh nee, Potholes valt weer. Potholes lijkt te vallen, samen met team 1 op 7. Oké, en ze zijn nu meer. McGuffin valt weer en staat nog steeds 9e. Vallen. Ze staan nu het laagst in de valranking. Oh nee, ze zijn ingehaald door Potholes. En daar gaan Potholes en McGuffin allemaal op hun kist. Oh, McGuffin haalt Potholes in. Gaat in de ruimte. Meneer, er komt heel erg spannend. Daar gaat team 1. Op de 12e plek, dit is niet meer herstelbaar. Maar wacht, was dat nou ook Potholes? Oh ja, ja, McGuffin heeft Potholes ingehaald. McGuffin is en ze vallen er weer af. Maar ze lijden nog steeds. Ze lijden nog steeds op de andere. Oh nee, het duel. Ja, ze vliegen door de lucht. Nu draait het erom. Potholes staat voor. En team 1. Potholes staat voor. Potholes staat voor. Zullen ze winnen? Jongens, dit is niet meer skill. Oh nee, ze vallen. Toeval. Potholes en McGuffin valt weer. En team 1 ook. Ze staan 9e. Ze moeten nog een klein stukje. En daar gaat Obama. Oh nee, Potholes valt. Team 1. En McGuffin valt ook. Ja, McGuffin. En Obama ook. Het is een ware slachting, dames en heren. Een ware slachting. Potholes staat nog steeds vooraan. En daar gaat Potholes. Oh nee, Potholes valt. En Potholes. Oh, dat was Potholes. En McGuffin. En Potholes is gefinished. Ze zijn de winnaars van deze ronde. Nu nog de rest. Keer, zijn met Potholes 12 keer gevallen. Oh nee, team 1 valt weer. Team 1 valt weer, 12 keer gevallen voor team 1.
En daar gaat Obama. 13 keer gevallen, dames en heren. Dit is schrijnend. Je zou denken dat onze leraren toch wel wat meer talent hebben. En team 1 is gefinished. Team 1 is gefinished. Oh nee, nee. Team 1 die begint nu pas aan de derde ronde. Aan de derde ronde pas. En daar gaan ze. 13 keer gevallen. Weer. Daar gaat team 1 alweer op 14 keer vallen. Oh, en er valt eventjes niemand meer. Dat is best prettig om te zien. Ja hoor, ja, okay. We zijn allemaal gefinished. Met. Wat Potholes heeft gewonnen. Daarachter komt. Sander heeft gewonnen. Wie is Wario? Ja, microfoon. Gefeliciteerd, McGuffin. Dat was het voor deze aflevering, jongens. Jullie hebben heel goed geraced. Er is veel geleden, maar McGuffin heeft de zegen. Bedankt! Bedankt voor het kijken naar dit Berlaysjournaal. Wil jij meedoen met de productie? Als cameraman, interviewer of editor? Mail dan naar berlaysjournaal@gmail.com. Tot de volgende keer.